ben Koen van Dreumel, ik ben 18 jaar, ik ben sportvisser. Toen ik 7 was, ben ik begonnen met vissen. Toen ging ik vaak met mijn opa mee. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En toen, ja, naarmate dat ik ouder werd, ben ik ook steeds meer alleen gaan vissen. Sinds 2 jaar doe ik ook wedstrijden. En ja, in het begin ging het niet zo goed, maar nu gaat het steeds beter. Ik heb laatst ook voor het eerst een wedstrijd gewonnen. We houden die viswedstrijden dan op de Maas. En daar vang je nou op het moment eigenlijk bijna niks. En toen had ik 3 kilo, dus dat was nog best wel veel. Het zou mooi zijn als ik vandaag een stuk of 10, 15 vorens vang. En misschien kan ik nog een brazen vangen. Ja, ja, ik heb beet. Vandaag vis ik met een vaste hengel. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, deze is dan 4 meter lang en er zit geen molen op. Dus je maakt de lijn rechtstreeks aan de top vast. En dan heb je dus een lijn van ongeveer 4 meter en dan kun je dus ook niet verder vissen vangen. Aan iedere lijn zit natuurlijk een haak, want anders kun je geen vissen vangen. En als we dan iets verder naar boven gaan, dan heb ik hier een slotje zitten. Daar kan ik de onderlijn in hangen. Kijk, ik kan hem zo eraf halen. En stel dat de onderlijn kapot is, pak ik een nieuwe. En die haak ik eraan. Schuif ik dit eroverheen. En dan zit hij vast, kan hij nergens naartoe. En dan weer iets verder, dan kom je bij de loodjes. Die zorgen ervoor dat je dobbel recht in het water gaat staan. En als je dat niet doet, dan kun je ook niet zien of dat je beet hebt. En dan, als we dan weer verder naar boven gaan, dan kom je bij de dobber. En deze is dan 1 gram, dus hier zit dan 1 gram lood aan, zeg maar. En stel dat het hier nog dieper zou zijn of hele harde wind of zo, dan moet je een zwaardere dobber erop zetten. Dus dan bijvoorbeeld 1,5 gram of 2 gram. En als we dan nog verder naar boven gaan, heb ik een stukje elastiek. Dus stel dat je een grote brasem eraan krijgt, dan kan die toch nog een beetje wegzwemmen zonder dat die dat de lijn breekt. Dat is gewoon extra demping, zeg maar. En die heb ik dan gewoon rechtstreeks aan de top van de hengel vastgemaakt. Ik heb vandaag deze zitkist meegenomen. Die neem ik eigenlijk altijd mee naar het vissen. En daar heb ik eigenlijk bijna al mijn spullen in zitten. Hier zitten loodjes in en ja, een soort nepaas. Dus een soort, ja, soort nepmaaien. En dan heb ik hier heb ik al mijn tuigen in zitten. En allemaal vislijnen met dobbers eraan. En die doe je dan weer aan je hengel. Als ik bij de Maas ga vissen, dan heb ik hier allemaal voerkorven in zitten. En die hang je dan aan je lijn. En dan knijp je hier lokvoer in. En dan gooi je hem in. En dan komt het op de bodem. Hier heb ik dan al mijn onderlijnen in zitten. Er zijn grote haken, kleine haken. En dan dikke lijn en dunne lijn. En die heb ik allemaal zelf geknoopt en allemaal mooi op die rolletjes opgerold. Zodat het nooit in de knoop kan komen. En ook bij die onderlijn, als er eentje breekt, dan pak ik een nieuwe. Hang ik eraan en dan kan ik weer meteen verder. En dan heb ik hier een emmer. En daar heb ik mijn lokvoer in. Dus eigenlijk is dat een soort poeder. En dat maak je aan met water. En dan, als je dat goed mengt en de goede verhouding hebt, als je dan een keer knijpt, kun je er een bolletje van maken en dan gooi je in het water en dan kun je de vissen ermee lokken. Vandaag vis ik dan veel met maaien. Dat zijn deze beestjes. Dus eigenlijk is dat het meest gebruikte visaas wat er is. Kost ook helemaal niks, is kei goedkoop. En dan heb ik hier kasters. Dat zijn eigenlijk verpopte maaien. Dus als je deze buiten de koelkast houdt, dan worden het deze bruine dingen. En uiteindelijk als je deze nog langer laat staan, dan worden het vliegen. Dan zet ik ze altijd in het water. En dan kunnen ze niet verder verpoppen, dus dan kunnen er ook geen vliegen uitkomen. En dan heb ik hier nog gewoon mais uit een blikje. Kun je gewoon in de supermarkt kopen. Kost 50 cent of zo. En dat doe ik ook een beetje door het voer en dan gooi ik een beetje erbij. Soms doe ik het aan de haak. En ik heb dit in zo'n aasbakje, zodat als ik zit, dan kan ik alles makkelijk pakken. Als het regent, dan doe ik die klep dicht en dan kan het ook niet nat worden. Mijn schepnet heb ik hier altijd liggen. Als ik een vis heb, dan kan ik meteen, heb ik het bij de hand en dan kan ik hem meteen pakken. En ik heb er een steel van 3 meter, zodat net zoals vandaag zitten we best wel op een hoge kade. En dan kun je zo makkelijk je vis scheppen, anders dan kun je er net niet bij en dat is onhandig. Hier heb ik het leefnet, die is 4 meter lang en die hangt gewoon in het water. En als ik dan een vis gevangen heb, dan haal ik het haakje eruit en dan gooi ik hem zo erin.
denk wel 60 centimeter. Half kilo zo, bijna 3. Het heeft even geduurd, maar de vis waar we naar op zoek waren ligt nu eindelijk in mijn netje. Yes,